Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord, het platform voor alles rondom het geboorteproces. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik hoop je bij elke aflevering te verrassen met nieuwe informatie, invalshoeken en bijzondere verhalen van verschillende geboortebegeleiders, zodat je hierdoor geïnspireerd en gesteund mag voelen in jouw proces. Laat mij vooral weten wat je ervan vindt via geboortebegeleidersaanhetwoord.nl. Ik wens je veel luisterplezier. Hallo, leuk dat je er bent. Vandaag stel ik je voor aan Caroline Hogeweg. Zij is vroedvrouw en haptonomische zwangerschapsbegeleider. Haptonomie is eerder een benaderingswijze dan een methode. Dit werd maar duidelijk door het gesprek heen met Caroline. Niet alleen in woorden legde zij dit uit, maar ook door haar manier van zijn. Zij pikte veelal op wat op dat moment in mijn gedachten speelde en ging hierop in. Althans, dat was mijn beleving en dat werkte ontspannend door. Ik denk dat deze benaderingswijze heel prettig en doeltreffend is in teamverband. Ook opmerkelijk is dat Caroline heel bewust de partner bij het proces betrekt. Door oefeningen en gesprekken bewerkstelligt zij verbindingen tussen zwangere, partner en kind. Heel waardevol om over te leren. Caroline werkt momenteel bij VIV, Vroedvrouwen in Verbinding. Een verloskundige praktijk in Amsterdam met een holistische en individuele benadering van zwangerschap, geboorte en ouderschap. Hallo allemaal, heel leuk dat je er bent. Ik zit vandaag aan tafel met Caroline Hogeweg. Hallo, welkom. Dankjewel Sabine. Dankjewel voor je tijd allereerst. Ik kijk heel erg uit naar het interview. We hebben hiervoor al wat onderwerpen besproken, dus ik kan niet wachten om daar wat meer over te horen. Caroline is een vroedvrouw en zwangerschapsbegeleider haptonomie, of haptonomische zwangerschapsbegeleider, om het correct te zeggen. Allereerst even een hele basale vraag. Je noemt jezelf vroedvrouw, ook van de praktijk VIV vroedvrouwen. Mm-hmm. Wat is het verschil precies tussen verloskundige en vroedvrouwen? Nou, er is eigenlijk geen verschil. In die zin dat verloskundige meer het moderne, nieuwere woord is waarmee vroedvrouwen zich zijn gaan noemen, maar SEC houdt het hetzelfde in, ja. Qua vak, qua opleiding. Toen ik de opleiding deed, zat ik nog op de Kweekschool voor Vroedvrouwen. Toen ik hem begon en tijdens mijn opleiding is de naam van mijn school veranderd van Kweekschool voor Vroedvrouwen naar Verloskundige Academie Amsterdam. Oh, dus ik heb echt naam. Ja, precies. En daar zit natuurlijk van allerlei ook. Daar zit van allerlei ook achter, wat volgens mij vooral gaat over het gevoel van een soort professionaliseringsslag te willen maken als vakgebied. Dat blijft zeker de laatste jaren, maar eigenlijk volgens mij in de geschiedenis heel vaak een thema van mogen wij daar ook echt helemaal zijn als beroepsgroep? Nemen we onszelf serieus, maar worden we vooral ook door andere collega's, maatschappij ook serieus genomen. Mm-hmm. En dat het woord verloskundige daarin een stuk, het wat meer op een soort medisch-professionele plek mm-hmm. zou brengen. En ook een plek waarin het volgens mij ook minder qua vroedmannen, vroedvrouw, dat verloskundige daarin een wat meer neutraal woord zou zijn. Voor mij persoonlijk ervaar ik mijn vakinhoud meer als vroedvrouwschap dan als verloskundigenschap. Mm-hmm. En dat is misschien heel futiel of subtiel, maar toch voor mij ook heel wezenlijk. Omdat ik de taal ook een belangrijk medium vind in hoe we zorg vormgeven. Mm-hmm. En ik zie mijzelf niet als iemand die kundig is in het verlossen van een vrouw of een baby. Mm-hmm. Ik zie dat daarin de vrouw en de baby zelf de kundigheid in zich hebben om dat proces aan te gaan en aan te kunnen. Mm-hmm. En dat mijn rol als begeleider daarin eentje veel meer is dat ik mijn eigen kennis en ervaring en wijsheid inbreng om de moeder en de baby en de vader op een plek te krijgen waarin ze voelen dat ze die eigen kundigheid hebben. Mm-hmm. En vroedvrouw komt van vroede vrouw en vroede is dan wijze. En, dus voor mij zit de betekenis van dat woord veel dichter bij hoe ik mijn eigen vak zie dan dat ik mezelf zie als degene die verlost of kundig is in het verlossen. Mm-hmm. Ja. Dus vandaar dat het wel een bewuste keuze is dat ik mezelf en wij als collega's binnen VIV dat we onszelf vroedvrouw noemen en geen verloskundige. Ja. Oké. Dat is helemaal opgehelderd. En het bijzondere vind ik ook dat je dus naast dat je vroedvrouw bent, dus dan ook een haptonomische begeleider. Zal je daar dat kunnen uitleggen van wat is daar de meerwaarde aan voor jou en waarom ben je dat pad belopen, zeg maar, ja. Dat stuk? Ja, zoals heel veel dingen in mijn leven, maar ook in mijn werk, soms ook een beetje schijnbaar aan een soort toevalligheden voortkomen, is ook dit weer iets geweest wat op mijn pad is gekomen, doordat ik uitgenodigd werd om deel te nemen aan een cursus haptonomie in de verloskunde. Een vrij korte, hele toegespitste cursus. En die vond ik zo inspirerend dat ik merkte van, oh, maar hier zit zoveel onder en achter wat zo wezenlijk is. Ik ga me er nu helemaal vanaf eigenlijk stap 1 in verdiepen. En niet meteen alleen maar de praktische invulling van de haptonomie in de verloskunde. Maar ook, wat zit daar nou onder? Mm-hmm. Dus toen ben ik begonnen met de algemene opleiding haptonomie in Doorn. En die ging helemaal nog niet specifiek over de verloskunde, maar ging veel meer over mezelf. Over mijn eigen proces van hoe maak ik contact met mezelf? Hoe bewust ben ik van wat mij beweegt? Wat mijn triggers zijn? Mm. Waar ik wel of geen ja of nee op voel? Dat is eigenlijk waar haptonomie in heel erg uitgekleed heel erg over gaat. Dat wij allen als mens, als dier zeker ook, die zijn helemaal een en al haptonomie. Dat we altijd een directe neiging hebben om ergens naartoe te bewegen of vanaf te bewegen. Dat er altijd die reflex is. Een soort instinct. Een soort instinctief weten, een ja of een nee. En dat wisselt per moment continu, maar dat is er altijd. En dat zie je bij ongeboren kinderen, of dat ervaar ik bij ongeboren kinderen. Maar dat zien we allemaal veel directer bij hele kleine pasgeboren baby's tot een zekere leeftijd. Die nog helemaal niet vol zijn gestopt met ook de maatschappelijke normen en de opvoeding en de conditionering. Maar puur alleen maar zijn, een lichaam zijn wat ja en nee zegt. En dat ook continu veranderd is. Dan zie je aan een klein kind dat het ene moment vol in een nee kan zitten. Helemaal uitstaan, afwijzend, ik wil niet. En dan kan het zomaar, doordat er weer iets gebeurt waar ze op aan kunnen haken, waar ze iets bij voelen, kan het ook zomaar echt van de een op het andere moment een ja worden. Ja. En in de haptonomie, of in die opleiding, heb ik dus eigenlijk weer mogen ervaren, mogen leren hoe dat bij mij werkt. Om dus al die conditionering, die is er nog steeds, het is niet weg, maar toch daarachter weer te voelen, maar wat is mijn oorspronkelijke beweging? En het hoeft niet te zijn dat je die altijd volgt, want soms klopt het gewoon om ja te zeggen tegen iets waar je eigenlijk een nee bij voelt of andersom. Een soort angst misschien, of wat dat blokkeert. Of precies, of iets van dat het gewoon ongepast voelt of niet klopt, weet je. Dat je in een omgeving bent waarin je merkt van, ja, ik zou het liefst nu in mijn blootje rondlopen, maar ik denk niet dat het nu klopt of past binnen deze context van ik loop midden in Amsterdam, om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. En dan hoef je niet altijd aan die impulsen gehoor te geven. Dat is een keus die je hebt als mens. Ja. En toch geeft het veel, mij in ieder geval ook heel veel, om te beseffen wat die primaire impulsen van mij zijn. Om bewust te kiezen, ga ik wel of niet daarin mee. Zodat ze er allemaal mogen zijn eigenlijk. Ja. En daarvan uit ben ik de opleiding gaan doen, zoals je me ook voorstelde. Dus de opleiding tot haptonomisch zwangerschapsbegeleider. Mm-hmm. En die heeft me dan heel specifiek verder inzicht gegeven in hoe je deze fenomenen, dat contact maken met jezelf en met je omgeving, hoe je dat vorm kan geven binnen het aankomend ouderschap. Mm-hmm. En de begeleiding is ook echt heel erg gericht op zowel de moeder als de partner, de vader of de partner die ernaast staat en het kind wat in de moedersbuik aan het groeien is. Mm-hmm. Om die drie met elkaar op een kloppende wijze met elkaar in contact te laten zijn. Dat gaat denk ik ook behoorlijk diep in de zin van dat je waarschijnlijk zoveel processen misschien tegenkomt in jezelf of weerstand. Maar je hebt nog nooit van haptonomie gehoord of mee bezig geweest. Maar toch trekt iets aan en partner en moeder komen bij jou in de praktijk. Hoe gaat dat dan in zijn werk, zeg maar? Hoe begin je daar dat proces aan? Dat stuk van het aanvoelen en bewuster worden. Ja. Nou, het mooie is dat ik eigenlijk altijd in kan haken op dingen die de stellen al zelf aan mij teruggeven of vragen. Komen ze de eerste keer binnen, dan is het eigenlijk ook altijd nog maar een snuffelgesprek. Dat je de eerste ontmoeting is altijd eentje, die noemen we een kennismakingsgesprek. Dus dan ga je ook altijd alleen maar aan elkaar een beetje snuffelen en voelen. Ook dus daarin is ook weer... Volgens mij is het namelijk zo dat je waarschijnlijk binnen de eerste fractie van momenten van een ontmoeting eigenlijk al voelt ja of nee. Ja, en dan heb je daarna nog een gesprek van ruim een uur om... voor de sociale... Maar is er in het allereerste begin heel vaak al een hele heldere. Ja. Maar in dat gesprek... voelde wel goed bij jou hoor, vandaag. We ontmoeten natuurlijk net. Maar als je nu zo zegt, denk ik, toen binnenkwam dacht ik, leuk. En inderdaad dat ja-gevoel. Ja, dus nee, maar dat is ook zo fijn. Dat hebben we natuurlijk allemaal. Het is ook niet in die zin dat haptonomie iets is wat überhaupt echt een vakgebied is of een leergebied is. Want dat is hoe we zijn. Het is hooguit dat we soms de vermogens om dat ten volle te leven en daar ook gebruik van te maken. Omdat we dat soms een beetje afgeleerd zijn. Maar om terug te komen op dat eerste gesprek. Heel vaak ontstaat er in dat gesprek vanzelf, komen er vragen omhoog. Of als ik hoor waar ze in zitten en hoe ze beleven op dat moment om zwanger te zijn. Dan komen er vanzelf dingen omhoog die al gaan over... Mag het zijn wat er is? Mag je voelen wat je voelt? Mag er ook verschil zijn tussen de vader en de moeder in wat er is en wat je voelt? Er is namelijk een verschil tussen de zwangere vrouw en haar partner in het proces van zwanger zijn. En ook vaak na de geboorte. En dus ik hoef vrijwel nooit het helemaal uit het niet zomaar neer te leggen. Want ik word heel vaak, krijg ik de voeding, de input krijg ik van de ouders zelf. En als ik daar dan met ze naar, of daarbij stilsta of een vraag over stel van hoe is dat dan voor je? Dat daar dus duidelijk een verschil is. Of hoe is het voor je dat je... dat je ook momenten hebt van angst of van twijfel over het moederschap. En hoe voelt dat in je lichaam? Op die manier gebeurt er al. Merk ik dat er al iets gebeurt. Mm-hmm. Ja. En dan kan je een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld een verschil tussen de man en de vrouw, dus de zwangere en de partner, maar in die zin. Is er een soort basaal verschil wat vaak voorkomt? Of is dat ook weer heel persoonlijk en individueel? Ja, altijd het tweede ook. Maar er zijn denk ik wel een aantal veel voorkomende verschillen. En zeker in de eerste fase van de zwangerschap. Waarin er uiterlijk gezien nog heel weinig tekenen, verschijnselen zijn. Het kindje ook nog zo klein en zo nog dicht in de moeder zit dat het nog voor de vader niet te voelen is op fysiek. Mm-hmm. Terwijl de moeder al ervaart dat haar leven helemaal op zijn kop staat. Weet je, alles verschoven is. Ze helemaal in de hormonale achtbaan al beland is. En ook vaak daardoor in een emotionele achtbaan. Dus daar kan de beleving heel... De partner ervaart wel degelijk dat dus zijn of haar vrouw in een hele andere staat is, maar is nog weinig tastbaar. Dus soms is dat ook echt weer even zoeken met elkaar. Mm-hmm. We wisten een beetje hoe we het met elkaar hadden en hoe het werkte. En opeens is een van de twee in een soort ander land beland. En, of in een andere taal. Er is ook nog steeds over het algemeen heel veel van de basis is er nog. Maar het is ook vaak eigenlijk het begin van het opnieuw zoeken naar hoe werkt het tussen ons. En ik denk dat als je daarbij stilstaat, dat dus gaat verschuiven. Een hele belangrijke basis kan geven voor als het kindje straks ook daadwerkelijk er is. Zal die ook de dynamiek tussen de ouders gaan veranderen. Mm-hmm. En... Daar helpt de zwangerschap, eigenlijk al die processen in de zwangerschap kunnen daar al enorm bij helpen om daar al bewust van te worden. Van het is niet meer, het gaat niet meer zijn zoals het was. En we hebben nog steeds een hele grote basis met elkaar. En daarbinnen vraagt het ook om weer dingen los te laten of om dingen weer anders vorm te gaan geven of om dingen uit te gaan spreken naar elkaar waarin we heel lang... dat niet hoefde, omdat het wel gewoon ging zoals het ging. Mm-hmm. Dus jouw focus is echt, zoals ik dat begrijp, hè, als het niet juist is, dan verbeter me, maar echt op het drietal. Dus echt de man, de moeder en het kind. Ja, vaak, ik merk ook omdat ik dus, hoe sumier mijn tekst op de website ook is, voor degene die dat na dit gesprek gaan bekijken, dat juist omdat ik... Vooral dat stuk benadruk van mijn begeleider, haptonomische begeleider. Dat de meeste mensen die zich aangetrokken voelen tot mijn begeleiding. Heel vaak mensen zijn waarin dus ook de partner dus een wens of een nieuwsgierigheid heeft naar ook zijn of haar stuk vorm te geven. Mm-hmm. Dus daar ik weet dat ook een aantal van mijn collega's heel veel ontmoetingen en gesprekken hebben met alleen de zwangeren. Heb ik zelden, in mijn praktijk ontmoet ik heel vaak dus de stellen samen. Omdat ze dus ook, denk ik, vanuit die wens ook bij me zijn gekomen. Dat lijkt me dan inderdaad heel veel processen nog meer op gang brengen dan als je 1-op-1 hebt. Bijvoorbeeld dan ook de relatie wat je zegt en hoe voel je je met je eigen lijf. En dat inderdaad misschien meer tijd vraagt ook of meer oproept dan normaal gesproken als het inderdaad op één gericht is. Ja, zeker. Het is echt ook weer, en er komt een extra dimensie bij. Dat ik me ook echt bewust was toen ik deze opleiding begon, die haptonomieopleiding, hoe weinig ik die partner eigenlijk heel vaak heb meegenomen in mijn verhaal tot dat moment. Zeg maar, dat ik me weinig bewust was van de enorme betekenis die de partner heeft. Ik noem het maar, gaat even voor het gemak het over de hij hebben, terwijl ik maar al te bewust ben van het feit dat partner ook wel eens een zij is, maar om de hele tijd dat allemaal correct te blijven zeggen is Dus, en in de praktijk is het vaker een hij. Dat zijn rol zowel in de voorbereiding, maar ook tijdens de geboorte en uiteraard daarna zo wezenlijk is, zo belangrijk is, dat ik heel blij ben om ook in de manier waarop ik nu werk en de tijd die ik ook neem voor mijn begeleiding ook echt dat stuk een plek kan geven. Mm-hmm. En hoe zie jij de rol van de partner in dat proces? Nou, ik zie ten eerste dat het net zo goed als dat het voor de zwangere belangrijk is om te voelen waarvanuit ze beweegt en wat er in haar speelt. Zeg maar, die primaire beweging van ga ik ja of nee, voel ik angst, voel ik vertrouwen. Dat de partner dat naast haar ook heeft. En dat... Wat ik bijvoorbeeld heel praktisch wel vaak, als het nog even ook gekoppeld aan die vraag van wat is nou heel in de bazaal dat verschil tussen mannen en vrouwen, zie ik vaak dat omdat de vrouw degene is die het kind draagt en de vrouw degene is die continu fysiek in contact staat met haar ongeboren kind en ervaart hoe die twee, zij en het kind, continu met elkaar in samenwerking, wisselwerking zijn, ze ook vaker daarvan uit een vertrouwen kan voelen in dat die samenwerking, die wisselwerking ook tijdens de geboorte door zal werken. En zich ook vaak bewust wordt wat zij daar dus in de basis voor nodig gaat hebben, is in een omgeving te zijn waar zij dus ook helemaal volledig in dat vertrouwen en in die wisselwerking tussen zichzelf en de baby kan blijven. En mooi, ja, die verwoord. Ja. Ja, en die dat is zo'n gevoelde keuze vanuit wat zij al heeft beleefd. Terwijl heel vaak voor een partner die er natuurlijk gewoon daarin toch wel buiten staat, niet zelf voelt, hoe is het met het, weet je, hij heeft zijn vrouw eigenlijk nodig, of zijn partner nodig om een stuk informatie over hoe het met de baby is. Dat gaat niet direct over het algemeen. Mm-hmm. En dan kan ook het toeleven aan geboorte ook spannender zijn. En om soms ook het gevoel te hebben dat je dus daarin ook wat meer externe controle wil hebben. En ook dus meer externe controle van een geboortebegeleider nodig hebt om te weten dat het wel goed zal gaan. Mm-hmm. En dat is dan dat uitzicht soms in een grotere behoefte tot een bevalling die in een setting plaatsvindt waarin er dus ook meer controle uitgevoerd kan worden. Dus, en dat is echt absoluut niet altijd het geval, maar ik beleef wel vaker dat een vrouw al vroeg in de zwangerschap neigt of toeleeft naar een geboorte met zo min mogelijk controle en interventie, zo min mogelijk verstoring, omdat zij voelt dat dat is waar zij het meest in die verbinding met haar baby kan blijven en in verbinding met het weten wat goed voor haar gaat zijn. Terwijl een partner vaker voelt dat het een stuk veiligheid zal geven als er juist een stuk externe controle bij komt. Mm-hmm. En ik vermoed, er zullen ongetwijfeld ook andere fenomenen zijn die dat beïnvloeden, maar dat in de basis dat de vrouw die gevoelde ervaring van het contact met haar baby continu heeft en de vader daar toch echt wat meer buiten staat, onderdeel is van waarom dat soms zo verschillend kan zijn. En dan wellicht onmachtig kan voelen, daarom behoefte aan wat houvast. Ja, een stuk bevestiging dan van buitenaf. Ja, ja. En de baby? Nou, de baby, ja. Nou, wat ik ook zo prachtig vind om elke keer weer zelf te mogen voelen. Omdat ik natuurlijk naast die haptonomische begeleider ook vroedvrouw ben. Dus ook heel veel eigen contact met baby's maak. Maar ook heel erg erbij mag zijn waarin de baby al met zijn ouders contact maakt. Dat de baby zo direct reageert. Zo primair altijd dat fenomeen van ja of nee, ik ga er naartoe of ik ga er vanaf, dat is de baby. Die ontwikkelt ook als allereerste zintuig in de buik, ontwikkelt die ook zijn tastzintuig. Voordat hij kan horen, voordat hij kan ruiken en zien is natuurlijk al helemaal veel later. Ontwikkelt hij het vermogen tot contact maken. En heeft hij dat vermogen ook nodig om zichzelf te gaan verhouden tot zijn omgeving. En wanneer begint dat? Nou, daar wisselen de ideeën over. Wanneer je dat in ieder geval echt kan. Wanneer je dat tastbaar kan maken, heel concreet kan maken, is vaak ergens tussen de 14 à 20 weken zwangerschap, om het een beetje breed te houden. Omdat je dan als moeder vaak als eerste ook het fysieke contact met de baby gaat voelen. Dus dat de baby ook gaat voelen, bewegen en reageren. En dus daarin dan ook die reactie op het contact ook kan waarnemen. En soms kan dat bijvoorbeeld als je je hand op de buik legt van de moeder. Zal de moeder voelen hoe de baby daarop reageert. En een geoefende hand zal en mijn handen zijn inmiddels vrij geoefend, zal vaak zelf ook kunnen waarnemen wat de reactie is van de baby in de buik. Ja, zoals bijvoorbeeld, wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou, gewoon zo primair als het is. De reactie is of de baby beweegt naar je toe, of de baby beweegt niet naar je toe, of soms zelfs van je af. Dus sommige baby's doen niks, zeg maar. Die blijven gewoon waar ze zijn. En sommige baby's bewegen echt fysiek van een contact af. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij het maken van echo's of bij het luisteren met de doptoon, waar we vaak naar baby's hartjes luisteren. En heel vaak geven moeders daarin aan dat ze ervaren dat de baby erop reageert. En als je daarop doorvraagt, want het alleen bewegen zegt niet zo heel veel. Sommige baby's bewegen omdat ze energie krijgen, omdat ze enthousiast worden. Andere baby's bewegen eigenlijk vanuit een gevoel van ongemak. Of eigenlijk het bewegen ervan af is ook bewegen. Mm-hmm. En als ik het aan de moeder vraag, heel veel moeders zullen haarfijn kunnen uitleggen, kunnen verwoorden of ze het gevoel hebben dat de baby reageert vanuit een ja of vanuit een nee. En dat het betekent niet dat je geen echo's hoeft te maken of geen doptoon te luisteren, want het gaat er helemaal niet over. Voor mij gaat het er niet over dat er dus een goed of een fout is, of een wel of een niet moeten doen. Het gaat er puur over, ben je bewust van het feit dat alles wat we doen, dat we contact aan het maken zijn met de baby, of dat de baby in ieder geval daarop reageert. En dat als je iets aan het doen bent en je bewust bent dat de baby continu eigenlijk daarvan afreageert, dat je de mogelijkheid hebt om in ieder geval jezelf te gaan afvragen of te gaan voelen van, waar zal deze baby dan nu op dit moment op aan het reageren zijn? Het kan zoiets seks als een doptoon of een echoapparaat zijn, maar heel vaak gaat het veel meer over bepaalde spanningen of stress of angsten die de baby ervaart vanuit de moeder of vanuit de vader, waar de baby op zal reageren. Dus die reageert ook op veel diepere lagen, reageert hij ook op wat hij ervaart van de omgeving. Wauw, ja. En dus als bijvoorbeeld de vader de hand op de buik legt en dat is inderdaad een soort van geen reactie of niet bewegen, is dat meer een soort van beschouwing, oh dit gebeurt? Of heb je ook dat stukje van inderdaad onderzoeken, waar komt dat vandaan? En dat daarop in te gaan, zeg maar. Yeah. Ja, ik vind dat ook een heel uitdagend, leuk, maar ook zeker uitdagend stuk van mijn werk. Omdat ik vaak ook tegenkom hoe spannend en met ook een stuk soms onzekerheid of behoefte aan bevestiging er wordt aangeraakt. En juist daar reageert heel vaak de baby op. De afwijzing is natuurlijk heel spannend om te voelen en ook om als dusdanig te gaan benoemen. Dus ik probeer altijd ook echt in mijn taal uiting te geven aan wat er wel is. En niet zozeer te benadrukken wat er op dat moment niet is. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook een stuk te spiegelen. En een stuk te blijven vragen van, hoe is het voor jou om dit contact te maken? Wat doet het met je? En daarin degene die het contact aan het maken is, of het nou de moeder of de vader is, of bewijs van nog iemand anders, maar meestal hou ik het echt bij de moeder en de vader, om ze te laten beseffen van, oh, maar ik ben onderdeel van het contact dat ik maak. Mm-hmm. En soms sla ik dan ook een bruggetje als ik, soms voelt er dan, omdat het soms makkelijker is of tastbaarder is om het bruggetje te slaan als baby's heel klein zijn. Of dat bijna iedereen wel ervaringen heeft met kleine kinderen. Die als je ze gaat duwen, als jij heel graag wil dat ze gaan bewegen, terwijl zij dat niet zo voelen, dat vaak hoe harder je duwt, hoe harder het kind in de nee gaat zitten. Mm-hmm. Dat kan bijna iedereen, vaak ook gewoon van zichzelf, weet ook dat als iemand je onder druk zet, omdat hij wil dat je iets doet, en jij voelt dat primair niet, dat het niet werkt om harder te duwen. Nee. Dat je meestal alleen maar groter naar weerstand gaat. vaak helpt het om dat bruggetje te slaan, om weer het besef te hebben dat precies is wat ze soms ook eigenlijk verwachten op dat moment van hun baby. Dat ze eigenlijk een stuk bevestiging vragen van hun kind. Mm-hmm. Want zij hebben de behoefte op dat moment aan contact. Zij hebben de behoefte aan voelen dat de baby op hun reageert. Terwijl dat misschien helemaal niet is waar op dat moment de baby is. En hoe meer druk erop zit, hoe minder vaak dat contact er dan ook zal zijn. Mm-hmm. Dat het contact wat je met de baby maakt, als dat een open contact is. En ik noem het heel vaak een uitnodigende hand of een uitnodigende aanraking. Dus een aanraking waarin je, meestal natuurlijk middels je hand, jezelf aan de baby laat voelen. Zonder dat de baby iets terug hoeft te doen. Maar puur dat het gaat over, jij laat middels je hand, laat jij wie jij bent op dit moment aan jouw kind voelen. En laat je aan jouw kind voelen dat je er bent. En dat het allemaal goed is. Dat er niks hoeft. En juist vanuit die soort onvoorwaardelijke ik ben er, ontspanning en openheid, wil je eigenlijk altijd zien dat de baby juist dan komt. Dus dat is ook het spannende. Want het is niet een trucje. Het is niet dat je kan zeggen van, de baby laat zich niet zomaar voor de gek houden. Dus het moet wel echt zijn. Je moet echt voelen dat je daar gewoon alleen maar bent. En ook daarin echt die ruimte in jezelf maken van, het gaat nu niet over mij. Het gaat over dat ik mezelf op dit moment aan mijn baby kan laten voelen. En een stuk bevestiging dus ook aan de baby kan meegeven. Dat het gewoon helemaal oké is in alles. Daar zijn we natuurlijk niet altijd. En dat is ook niet erg. We zijn soms gewoon vol met onszelf. Of soms voelen we ons behoeftig. En hebben we een stuk bevestiging nodig van de ander. Mm-hmm. En als je bewust bent van het feit dat het zo werkt, dan kan je wel beter kiezen van, klopt het dan dat ik op dit moment dat contact maak of zoek? Of heb ik dan misschien eerst iets anders nodig? Of moet ik even iets met mezelf gaan uitzoeken? Of even met mijn partner of met mijn beste vriend of whatever. Maar dat je je bewust bent van dat je jezelf meeneemt in het contact. En dat dus zichzelf heel vaak versterkt. Op het moment dat je dus vanuit een stuk angst of behoefte contact maakt met je baby. En die dus eigenlijk alleen maar precies dat gaat doen je behoefte niet bevredigt. Dat vaak natuurlijk zichzelf versterkend proces is. Zowel voor degene die dus het contact maakt, maar natuurlijk ook voor de baby. Dus eigenlijk is de baby een hele zuivere spiegel. Omdat het natuurlijk ook nog niet geconditioneerd is van, oh, het is nu wel netjes om zo en zo te reageren. Ja. Maar echt gewoon puur reageren zoals het is en niet meer of niet minder. Ja. Ja, hetzelfde, wat je dus eigenlijk ook mensen die met dieren werken of dieren in hun leven hebben, die kennen dat natuurlijk ook heel goed. Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment binnen mijn haptonomieopleiding zijn we naar een paardencoach gegaan. En ik vond dat ook heel indrukwekkend en ook soort bijna spannend, want die zijn natuurlijk ook gigantische spiegels. En om dat dus ook wederom niet te zien als dat ze afwijzend spiegelen, want dat is heel snel de koppeling die we maken. Als een paard dus niet naar ons toe komt, dan doen wij iets verkeerd. Oordelen. Ja, oordelen. Ik denk dat dat de crux is, dat we zo snel uit wat er is, wat er gebeurt, ontstaat, niet het alleen maar waarnemen als van, oh, zo is het dus nu, maar meteen de koppeling eraan leggen van, oh, ik doe dus iets niet goed. Mm-hmm. Het is niet goed wat ik doe. Ja, de zelfafwijzing. Die zelfafwijzing, ja. Waar komt dat vandaan? Even een uitstapje hoor, maar dat is zo veel voorkomend. Nou, ik denk, vermoed dat dus precies eigenlijk wat ik net deelde, van dat je bewust bent dat dat dus niet alleen maar een terugkoppeling is naar degene die aanraakt, de ouder aan de buitenkant, maar dus net zo goed de baby aan de binnenkant, dus ook juist zo vroeg ook al kan ervaren dat er dus een goed en een fout is. Als je een baby in de buik al in die hele primaire, alleen maar woordeloze aanraking ergens al meegeeft dat je eigenlijk verwacht dat hij iets doet om goed te zijn en dat het anders een teleurstelling of een oordeel in zich zal hebben. Juist omdat het niet over woorden gaat, maar nog op een veel diepere soort, ik noem het wel een soort blauwdruk. Een baby is op dat moment nog zo primair is het. En heel vaak wordt er gedacht of beschreven, denk ik, vanuit het soort gemak, omdat het zo moeilijk is om met die baby in de buik al echt iets aan te gaan. Wordt bijna gedacht dat de baby dus pas als het geboren wordt begint met indrukken op te doen. En dan pas begint met dat proces van, waar we het net over hadden, van dat het dus zo gecultiveerd en ja, conditionering, dat was het woord, ja. Ik denk dat dat dus ook al in de buik begint. En je zou zelfs al het kunnen hebben over voor de conceptie of bij de conceptie. Niet dat ik daar niet in een gevoel bij heb, maar daar hou ik me persoonlijk niet zo mee bezig. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er al dingen gebeuren voordat de baby überhaupt al daadwerkelijk fysiek er is. Mm-hmm. Maar ik hou me vooral binnen de haptonomie dan bezig met op het moment dat de baby er wel fysiek is, dat die invloeden op dat moment al beginnen. Heel wezenlijk. Heel wezenlijk zijn. En soms juist op zo'n diepe laag dat het heel moeilijk is om heel veel volwassenen die zo aan het worstelen zijn met waarom die zichzelf niet onvoorwaardelijk accepteren, niet onvoorwaardelijk liefhebben, die veel bevestiging van buitenaf nodig hebben. En het heel vaak teruggeleid wordt op de kindertijd en op hoe de ouders als kind met ons om zijn gegaan. En ik denk dat dat dus al begonnen is in de buik. Woordeloos, maar wel met een veel misschien belangrijkere laag van aanraking, waarin je als je kind dus kan meegeven, het is je bent gewoon helemaal goed zoals je bent. Of dat er toch ook een stuk eigen behoefte van de ouder in dat contact al insluipt. Waarin de baby ergens al gaat opslaan dat er een goed en een fout is. Ja, dat proces dat gebeurt ook heel onbewust. In de zin dat je als mens in je spieren, in je lijf bepaalde trauma's of pijn kan opslaan. Zeg maar, waar je niet meer bewust van bent. Ja. Maar wat er wel wezenlijk zit. En daar heb je eigenlijk geen controle over, in de zin van, ik kan het niet even losmasseren en dan is het weg, zeg maar. Nee. Dus, zeg maar, hoe om te gaan als er zo spanning is. Want spanning, ik begreep dat voornamelijk stress in de bekkenbodemspier kan gaan zitten. Mm-hmm. Of de psoasspier. Ja. En dat zijn natuurlijk juist, dat is het gebied waar natuurlijk de aandacht op ligt tijdens de zwangerschap en het bevallen. Ja. Heb je daar bepaalde tips, advies voor? Wat je daar, zeg maar, zelf inderdaad bewust van kan worden of een bepaalde helingsproces in kan vinden? Of is dat heel lastig? Nou, ja, nee, er zijn talloze invalshoeken die je... ik denk dat je heel veel werk kan doen zelf. En ook in een stuk met begeleiding en ook heel veel zelf. En daarin het elke keer ook weer de uitdaging blijft om ook dat je ook mag zijn precies waar je bent. En dat vind ik misschien het meest interessante van waar ik nu zelf ben. Want dat ontwikkelt zich ook continu door. Maar de balans of de dynamiek tussen enerzijds voelen dat je zelf heel veel mogelijkheden hebt en heel veel invloed hebt. Dat je zowel voordat je überhaupt begint aan een baby verwelkomen, een zwangerschap uitnodigen, tijdens de zwangerschap en tijdens de geboorte continu onderdeel bent van wat er gebeurt. Maar je bent niet alleen. En bovendien zijn er ook processen in jou die inderdaad bepaalde spanning of trauma's of processen die meer tijd nodig hebben of überhaupt gewoon onderdeel zullen zijn van je leven en dat ook niet alles per se op te lossen is. Nee. Of in ieder geval het oordeel weer los te laten van als je niet alles hebt opgelost voor de geboorte of je komt dus tijdens de geboorte toch tegen dat er meer nodig is, meer hulp nodig is of dat er meer spanningen toch ergens zijn vastgezet dan je van tevoren bewust was of aan hebt kunnen werken. Dat dus dan niet betekent dat je gefaald hebt of dat je iets niet goed hebt gedaan. Mm-hmm. En dat vind ik ik merk ook dat ik in de eerste jaren dat ik werkte zelf ook meer nog het gevoel had, en dan misschien ook wat meer uitdroeg, dat er een soort ideale geboorte is. Waarin dus alles gaat en alles stroomt en er niks nodig is. En een vrouw op volledig eigen kracht een gezonde baby kan baren. En dat alles eigenlijk wat daarvan afgaat een toch minder ideaal scenario zou zijn. Dus daar zat ook een gigantisch oordeel van mezelf zat daar dus op. En zoals ik nu kijk naar het leven, ook in grotere zin, maar zeker ook mijn eigen werk, is dat alles wat we beleven ervaringen zijn die we opdoen. Op dat moment zijn we aan het ervaren. Dit is wat er nu is. Dat zegt niks over wat er gaat zijn, of ook eigenlijk niet zo heel veel over precies wat er geweest is, maar elke keer in het moment zijn wij als mens, als wezen aan het ervaren. En ook een geboorte is een gigantische weliswaar, maar het is ook een ervaring die we op dat moment hebben. Mm-hmm. En om juist daarbij te blijven, in plaats van het gevoel te hebben dat de ene ervaring een goede is en een andere een slechte ervaring, mm-hmm. Denk ik juist dat het besef om te hebben dat de geboorte... ik weet niet of ik hier nou heel goed in woorden uit aan het komen ben, maar ik ga het toch nog even verder proberen. Mm-hmm. Want je vroeg aan mij van, kan je dan, hoe zie je dat je dan van tevoren kan werken of kan helen of je spanning kan oplossen? Dat kan dus voor een heel groot deel. En tegelijkertijd is de geboorte ook op dat moment de ervaring van hoe het op dat moment met je is. En kan het de geboorte zelf ook weer, juist door bij wijze van een geboortereis te maken die heel veel gaat vragen, die heel veel tijd nodig heeft, heel veel hobbels op de weg, heel veel extra hulp, wat je van tevoren allemaal niet als zwangere je had voorgenomen, een geboorteplan geschreven waarin je had geschreven dat je het allemaal niet wilde. En dan toch eigenlijk die hele riedel van interventies wel uiteindelijk krijgt of vraagt. Daar zit volgens mij niet in of het wel of niet een goede ervaring is. Het zit er volgens mij veel meer in dat je dus elke keer in het moment dat je die geboorte aan het ervaren bent en dat er iets gebeurt, dat er mag zijn en dat ruimte krijgt. En als het ruimte krijgt, kan het soms juist oplossen wat er is. Dus soms kan je daarmee door de hobbel heen en gaat de geboorte weer verder. En soms kan ruimte maken voor wat er is betekenen dat die hobbel je aangeeft dat er iets anders nodig is. En dat je daar vervolgens echt ja tegen kan zeggen. Dus daar waar je soms heel erg gefixeerd bent op ik wil per se thuis bevallen. Nou, het is misschien ook wel mooi, want we hadden eigenlijk een paar dagen geleden deze afspraak. En die is niet doorgegaan vanwege een geboorte waar ik bij was. En ik merk ook dat ik dit verhaal nu vertel de hele tijd met deze geboorte in mijn hele recente achterhoofd. Namelijk, dat is precies wat er daar gebeurd is. Deze vrouw had heel erg de wens om thuis in bad te bevallen. Had zich daar ook vooral heel erg op ingelezen en op voorbereid. Had ook niet in de gesprekken met mij heel veel ruimte of behoefte om heel erg in te gaan op van stel het gaat anders dan dat het gaat. Nou, dat is ook een keuze en dat is ook oké. Iedereen maakt daar haar eigen afwegingen in. En voor sommige vrouwen voelt het ook het heel erg nadruk geven op hoe gaan we om met het scenario van het ziekenhuis. Dat daar dan bewijzen van dat je een soort self-fulfilling prophecy maakt. Dus sommige vrouwen voelen echt de behoefte om echt zich te concentreren op dat stuk aandacht geven aan de thuissituatie. En tegelijkertijd, als er dan wel iets anders nodig is, en dat was bij deze geboorte, werd dat gaandeweg echt duidelijk. Hoe ga je er dan in het moment mee om? En hoeveel tijd heeft het nodig? Voor sommigen is het een hele grote stap om te maken, om alsnog te kiezen om naar het ziekenhuis te gaan. Mm-hmm. Dus neem je daar ook echt de tijd voor met elkaar. En voor anderen is dat wordt dat gewoon een soort van in het moment meteen duidelijk. Van nee, we moeten nu weg. Of nee, ik wil nu weg. Mm-hmm. En ik denk dat als het moment voor de vrouw geklopt heeft. Als zij zelf het gevoel heeft gehad, Ik heb ja gezegd tegen deze volgende stap. Wat die volgende stap ook was. Dat alles wat er daarna komt, alle consequenties die die stap teweeg brengen, dat ze die mee kan nemen. Dat ze daar ook gevoel voor heeft. Terwijl op het moment dat er dingen voor haar besloten worden, van je moet nu dit, en dat kan zo subtiel zijn als je moet nu een andere houding aannemen, of je moet nu stoppen met geluid maken. Weet je, dat zijn de interventies die we bijna niet als interventie meer zien, omdat we die eigenlijk bijna aangeleerd hebben gekregen, dat we altijd als aanwezig bij een geboorte het recht of de plicht hebben om een vrouw op die manier te begeleiden of te coachen. Soms kan daar al een enorm trauma uit voortkomen. Dat een vrouw voelt dat ze op dat hele fundamentele, maar ook hele bijna, waarvan gaat het over? Maar het gaat dus over het heel groots. Namelijk dat het sturen, het gevoel hebben dat je niet zelf meer uiting mag geven aan waar jij bent. Maar het gaat dus ook uiteraard zo ver als van alle interventies van, ga je uiteindelijk wel hulp in het ziekenhuis zoeken? Wordt er uiteindelijk wel een knip gezet? Wordt er uiteindelijk een keizersnede gedaan? Al die echt fysieke, ingrijpende interventies. Ook daarvan geldt dat als je als vrouw op het moment dat het er is, voelt dat jij degene bent geweest die niet alleen de vraag heeft gekregen van mag of kunnen we dit doen, maar ook de ruimte hebt gekregen om daar ook dat even zo door je hele systeem heen te laten gaan. En soms is dat een fractie van een seconde. En soms heeft dat ook echt tijd nodig. Dat je echt voelt van dit is zo groot en dit is zo anders dan wat ik dacht dat er nodig was. Dat je tijd nodig hebt om en rationeel en gevoelsmatig en ook met je partner of met je baby af te stemmen van wat klopt er nu. En als dat er is geweest en je voelt dan van ja, dit is nu de volgende stap, dan zit er niet dat stuk wat je heel vaak terug hoort en ziet dat het trauma is van er is iets mij ontnomen of er is iets gebeurd wat niet, ik ben mijn autonomie kwijtgeraakt, het is met me op de loop gegaan. Daar zit denk ik voor heel veel vrouwen die heel negatief terugkijken op de geboorte, zit ergens op heel subtiel soms en op soms op heel, heel aanwijsbaar, zit er ergens een laag van ik was niet meer zelfstandig, ik werd niet meer betrokken. Wauw, dat is een heel mooi inzicht wat je nu aan mij geeft. Inderdaad, van het gaat niet om dus de omstandigheden van daar is een keizersnede heeft plaatsgevonden, er is een knip of een vacuumpomp aan de pas gekomen. Dat beïnvloedt inderdaad niet zo van heb je een mooie of een wat negatieve. Negatief is zeg maar een ervaring gehad waar je minder graag op terugkijkt. Dus het is niet de omstandigheden, dus wat er allemaal gebeurd is. Het is echt dat stukje van, was elke keer er een ja bij jou en bij je kind dan in feite. Ja. En als dat er steeds was, dan kon je nog 10 interventies hebben gehad. Dat was niet op invloed op hoe jij terugkijkt op de bevalling in feite. Ja. Dan bijvoorbeeld als je een thuisbevalling hebt gehad en die leek heel soepel te zijn, maar je voelde sturing, er was iets, er was op gejaagdheid bijvoorbeeld. Ja. Dat beïnvloedt in feite. Je voelt dat er ergens, dus soms ook soms kan het de vroedvrouw of de kraamzorg zijn of de partner. Als jij ervaart dat er iemand is die niet helemaal mee gaat, die een ander soort spanning inbrengt. Of soms kan het zo, kan het alleen het gevoel zijn dat er op een of andere manier iets van haast is, zonder dat dat aanwijsbaar is, maar je bent als barende sta je zo open, dat is ook zo nodig om echt te baren, is dat je helemaal open staat. Dus al je zintuigen, alles staat helemaal open. En soms zie je dat niet meer zo aan de barende, omdat ze juist ook steeds meer een soort terugtrekkende beweging maakt en helemaal in zichzelf gekeerd raakt. We noemen dat ook wel, in al die bijscholingen die ik volg, gaat het in het Engels vaak over Laborland. Dus zit in Laborland. En dat kan ook echt zo zijn. Dus het kan soms bijna het gevoel geven dat de vrouw ook niet meer zo bewust is van haar omgeving, of niet meer zo onder invloed staat van haar omgeving, omdat ze zich zo aan het terugtrekken is. En dat is ook het bijzondere, het eigenaardige van dat dus juist integendeel waar is. Dat een bewarende juist in die staat van openstaan en helemaal in die wereld, dat juist er nog steeds, dat het heel belangrijk is dat de omgeving nog steeds voor haar blijft kloppen. En dat wil niet zeggen dat alle vrouwen last hebben van geluid. Sommige vrouwen geven achteraf aan dat ze het heerlijk vonden dat er nog een soort van huistuin- en keukengesprek aan de keukentafel plaatsvond tussen de kraamzorg en de verloskundige. Dat ze dat juist heel geruststellend vonden. Een soort van, oh, het leven gaat ook een beetje door. Er is niet alleen maar aandacht op mij. Want sommige vrouwen ervaren die continue aandacht ook als heel bekeken worden. En kunnen daar juist ongemakkelijk van worden. En andere vrouwen ervaren juist dat het heel belangrijk is dat het in ieder geval heel stil is. En dat er juist een hele continue liefdevolle aandacht naar haar blijft gaan. Daar je daar weer goed op. Dus het is niet zo dat het altijd hetzelfde is. Of dat elke vrouw hetzelfde vorm van prikkels storend gaat vinden. Ik heb ook meegemaakt dat sommige vrouwen in aanwezigheid van mijn halve familie en met de tv die aanstond. En dan toch nog gewoon dat ik zelf echt binnenkwam met het gevoel van dit gaat toch helemaal niet. Maar die vrouw die was gewoon haar ding aan het doen. En die, blijkbaar voelde zij zich daar veilig bij. En waren al die prikkels voor haar vertrouwde prikkels. Ja. En kon zij gewoon haar gang gaan. En die baby baren. En anderen die hebben echt een heel specifiek... Weet je, bij sommige vrouwen die geven aan, die esthetisch heel vaak ook in hun werk, dus ook met esthetiek bezig zijn, dat het heel belangrijk is dat ik niet mijn spullen op die tafel daar zo uitstal. Want dan klopt het beeld niet meer wat zij hebben van de harmonie of de omgeving. Dus ik vind dat juist ook wel leuk. Ik denk, je kan daar dus ook weer van allerlei bij stilstaan. Van, maar weet je, mensen doen niet zo moeilijk en laat dat los. Want dat is wat je nodig hebt. Maar ik denk, als je dit van jezelf weet. En je kan dit ook gewoon met elkaar uitspreken. Dan kan ik ook zorgen dat, weet je, dan kan je met elkaar kijken van hoe werkt het dan wel voor jou. En en daar is de zwangerschap zo belangrijk voor in feite. Van dat al meer te gaan voelen of bewust te zijn. Ja. Voor de bevallingen natuurlijk. Dat is een ongoing process. En altijd die twee. Dus enerzijds mag je voelen hoe het voor jou werkt. En een soort van je ideale geboortescenario ook echt voor ogen hebben. Dus inderdaad zonder die spullen op de tafel. Of zonder die geluiden. Of juist met. Of weet je, dat je het op die manier hebt. En anderzijds dat je ook de mogelijkheid hebt of creëert om stil te staan bij stel het loopt anders. Van wat is dan in de essentie wat ik in een scenario nodig heb waar ik niet meer invloed heb op al die processen van wie komen er binnen, wie maken er geluid, waar staan de spullen. Dus een voor jou minder ideaal scenario, wat is dan de essentie wat maakt dat jij nog steeds je kind kan baren? Want uiteindelijk ben je niet afhankelijk van al die factoren eromheen. Het kan je helpen om al dat niet aan te hoeven gaan. En dat zie ik heel vaak. Dat vrouwen heel goed gedijen bij een omgeving die ze zelf zoveel mogelijk hebben kunnen vormgeven. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er ook de kans dat sommige vrouwen in een scenario terechtkomen waarin er vrij weinig overblijft van wat ze hadden bedacht. En dat het dan niet hoeft te zijn dat het per definitie dan dus een trauma wordt. Maar dat je dus ook daar weer nog veel meer in een soort essentieel stuk... En dat gaat dus heel vaak over dat behoud van autonomie. Mm-hmm. Ik denk dat daar, als het echt over de essentie gaat... voor heel veel vrouwen in een suboptimaal scenario... het gaat over dat ze dat gevoel mag behouden. Mm-hmm. En dat ze dus nog steeds... ook als het ligt ze aan alle toeters en bellen in het ziekenhuis. Of wordt er op een gegeven moment besloten tot een keizersnede. Dat zij nog steeds degene is die dus de ja zegt tegen al die scenario's. Ja, het voelt wel alsof daar een soort spanningsveld zit. Van de omgevingsfactoren die maken niet... Ja, die moet niet als primair zijn. Dus het moet inderdaad bij jezelf zitten om te bepalen hoe ga je met het erom omheen. Maar bijvoorbeeld Michel Odent, die heeft onder andere... ook gezegd dat er heel veel blauw licht in de verloskamers zijn. Wat zeg maar, de neocortex, zeg maar, als ik het goed zeg, dat je zeg maar, daardoor de weeën wat vertraagt. En eerder en de oxytocine flow, zeg maar, stopt. Dus dat is, zeg maar, iets wat heel direct is en fysiek is. Bijvoorbeeld, of als je een ijsklontje in je hand houdt, dan reageert je lichaam daarop. Die gaat zich dichtslaan of dat soort dingen. Dus in hoever ligt daar, zeg maar, werkelijk echt die power? En in hoever zijn we toch ergens beïnvloedbaar? Of hoe sluit je dan toch af voor afsluiten of misschien juist accepteren? Ik weet het niet precies. Dus... Ja, maar dat is ook, dat ervaar ik zelf ook als een... Nou, misschien niet zozeer als een spanningsveld, maar wel echt als een veld waarin ook nog heel veel te ontdekken valt. Maar zeker bedoel ik met dit verhaal niet dat je niet dus als omgeving heel veel kan betekenen om zo dicht mogelijk bij een ideaal scenario te blijven en te komen. En ik denk dat we daarin nog een hele grote stap kunnen maken. Wat weten we nog niet waar we het voor het interview hebben. Ja, maar ook, het is wel mooi dat je Michel Odent noemt. Want wat bijvoorbeeld een vrij nieuw inzicht is we hebben het altijd over de bevallingshormonen. En een van de hormonen die zelden, in ieder geval in mijn opleiding, nooit genoemd zijn. En in mijn ervaring weinig door geboortebegeleiders gekend worden. Is de invloed van melatonine op de geboorte. En daar zit dat verhaal van het blauw licht ook in. Dat we dus daarachter aan het komen zijn dat melatonine ook een enorme invloed heeft op de aanmaak van oxytocine. En oxytocine is het hormoon wat nodig is om te bevallen. Ja. En dat onder andere ook verklaart waarom de nacht en de donkerte zo'n moment is van baren. Dat in heel veel bevallingen hun opstartmoment in ieder geval zullen hebben ergens in de donkere uren. Ja, dan wordt melatonine is om ook in slaap te komen. Ja. En precies, dat is inderdaad het slaaphormoon, het rusthormoon. En ik heb het altijd in ieder geval geleerd als dat vooral kwam omdat je dan het zo min mogelijk adrenaline in je bloed hebt. En dat wil niet zeggen dat dat niet ook waar is, want adrenaline remt ook oxytocine. Maar het is dus breder dan alleen maar het systeem tussen adrenaline en oxytocine. De melatonine is daarnaast dus ook een hele belangrijke factor. En... er wordt natuurlijk op allerlei andere gebieden ook ontdekt. Bijvoorbeeld de invloed van beeldschermgebruik en slapen. Dat steeds meer bekend wordt over als je nog de laatste uren voordat je gaat slapen nog bloot hebt gestaan aan beeldscherm. Dat het je slaap niet voor iedereen even sterk, maar dat het over het algemeen een behoorlijke afbreuk doet aan je melatonineopbouw. Dus dat is ook altijd het leuke om niet alleen maar te kijken naar de geboortezorg, maar juist ook te kijken van maar wat kunnen we leren van andere gebieden waar onderzoek wordt gedaan en waar dingen bekend worden. En nu dat we weten dat melatonine de geboorte beïnvloedt en weten dat dus licht en blauw licht vooral melatonine beïnvloedt, kan je je voorstellen dat het heel logisch is, wat natuurlijk in heel veel plekken al vaak gedacht werd en uitgevoerd werd om de omgeving waar een vrouw baart zo gedimd mogelijk, zo met zo min mogelijk licht te laten verlopen. En in ieder geval niet met blauw licht. En blauw, het is niet letterlijk blauw licht, maar het TL of het licht dat vaak gebruikt wordt in het ziekenhuis. Het gaat over het lichtspectrum. En een blauw lichtspectrum, daar zit dus heel veel van het licht bij wat we juist gebruiken om goed te kunnen zien. En dat is dus vaak het licht dat ook in ziekenhuislampen gebruikt wordt. Waarin dus bijvoorbeeld het typische kaarslicht, waar soms een beetje gekscherend over gedaan wordt, van die vrouw die wil me romantisch in kaarslicht bevallen. Maar dat daar dus eigenlijk een hele fysieke, hele logische behoefte aan dat melatonineopbouwverhaal achter zit. Dus dat het niet alleen maar gaat over een beeld van kaarslicht, maar dat het kaarslicht al licht dus iets doet met je hormonen, met je bevalling. En dat vind ik het leuke van in mijn eigen proces van ontwikkelen, maar ook om open te staan voor alle nieuwe inzichten die weer komen. Dat we erachter komen dat er nog zoveel meer bij komt kijken. En dat er dus ook een heleboel dingen zijn waar we eigenlijk nog heel weinig weet van hebben. Van hoe werkt het precies? Of wat beïnvloedt elkaar allemaal? En soms wel de behoefte volgens mij allemaal hebben om het al allemaal te weten. Of om in dit moment in de tijd toch te willen helderheid te kunnen geven over wat wij denken dat dat goed is. Of wat we denken dat een goede invloed zijn. En het soms ook op die manier gaan communiceren. En dat zie ik veel gebeuren in de geboortezorg. Dat... Nou, ik ga ook regelmatig mee, bijvoorbeeld naar consulten die zwangere cliënten van mij hebben in het ziekenhuis. Bij de gynaecoloog. Als ze naar een gynaecoloog gaan. Maar ook veel breder dan dat maak ik natuurlijk heel vaak mee of zie en hoor ik heel vaak hoe er gesproken wordt over de geboortezorg. En toch is de neiging heel vaak om dat wat we op dat moment weten te presenteren als de waarheid. Mm-hmm. Terwijl de waarheid, die weet eigenlijk niemand. Er zal denk ik geen moment in de tijd zijn dat ook wel duidelijk is. Want het is toch, er is zoveel wat er ligt aan invloeden en risico's. Weet je, er zijn soms risico's op het niet ondergaan van een bepaalde interventie in een behandeling. Maar er zijn ook altijd risico's op het wel. Er zijn altijd verschillende kanten. Mm-hmm. En soms wordt het gepresenteerd of wordt de nadruk zo gelegd op de ene kant, omdat het protocol wat we met elkaar hebben bedacht, die kant voorschrijft. Mm-hmm. En dat er weinig aandacht wordt gegeven aan het feit dat die andere kant er ook is. Dat er nog steeds een heleboel is wat we niet weten of wat we misschien op een bepaalde manier interpreteren, maar wat ook nog anders geïnterpreteerd kan worden. Ik bedoel, wetenschappelijk onderzoek. En hoe meer ik me daarin verdiep, hoe meer duidelijk wordt dat het, naast dat het ook een stuk hele essentiële kennis verschaft, waarop we ook verder voortborduren. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat dat niet belangrijk is of dat we daar niet ook naar mogen handelen of luisteren. En tegelijkertijd wordt ook steeds bekender en duidelijker dat er zoveel vertroebelende factoren in datzelfde onderzoek. Weet je, dat de aannames die er al zijn voordat het onderzoek gedaan wordt, al zoveel invloed hebben op de uitkomsten die er zijn. Mm-hmm. Dus wie heeft het onderzoek uitgevoerd? Met welke incentive? Vanuit welke motivatie? Wat was de geldstroom? Wat was het financiële belang van het resultaat van het onderzoek? Het blijkt elke keer maar weer dat dat heel belangrijk is om te weten, omdat dat de uitkomsten beïnvloed heeft. Mm-hmm. En het blind staren op een onderzoek omdat het bepaalde uitkomsten heeft gegeven. Volgens mij is dat niet gezondheid bevorderen. Mm-hmm. Neem je het mee, is het onderdeel van de hele put aan kennis en wijsheid die we hebben. Maar is dat niet de waarheid? Mm-hmm. Ja. En dat wordt wel regelmatig, vind ik, zo gepresenteerd. Als een vrouw voor een consult komt of informatie vraagt ergens, dan wordt het toch vaak als een van wij weten inmiddels of dit heeft het risico op infectie of op overlijden. Of dat je er wordt vaak op die manier gesproken met een vrouw, in plaats van haar mee te nemen in dat veld van dit is wat we wel weten, denken te weten. En dit is wat we niet weten. En wat weet je eigenlijk zelf? Want ik denk dat als je de kennis en de wijsheid van de vrouw over haarzelf en haar eigen beleving van wat voor haar werkt en haar kennis van haar baby. Ik bedoel, we willen misschien allemaal heel erg veel kunnen controleren, maar de moeder is uiteindelijk degene die 24/7 met haar baby leeft. Dus die zal ongetwijfeld ook in ieder geval een heel stuk kennis en wijsheid over haar baby mee kunnen geven. Ja. En niet dat dat het enige hoeft te zijn. Je kan denk ik al die factoren samen meenemen en in het moment met elkaar kijken van, nou, dit is wat er ligt en wat is nu de volgende stap? Ja. En heel mooi inderdaad. Ik merk als ik eenmaal opdreef ben, geweldig. Denk ik in mijn hoofd al van, oh, maar dat ook niet. Maar goed, dus op een gegeven moment is het ook heel gepassioneerd. Ja, ik vind het ontzettend interessant, ook maatschappelijk gezien en ook inderdaad het persoonlijke stuk daarin. En wat ik nog eigenlijk ook wilde vragen aan je, vanuit de autonomie begreep ik dan, kan je ook als moeder ruimte creëren in je baarmoeder. Ik heb hiervoor de spinning babies docent Jennifer Walker geïnterviewd. En daar is een bepaalde methode voor, of technieken voor, zeg maar, in houdingen. Vanuit de autonomie, hoe ga jij daarmee om? Bijvoorbeeld een kind ligt in een stuipligging, of een kind die ligt voor de moeder misschien niet prettig. Wat zijn jouw benaderingen daarop? Ja, nou, heb je misschien een voorbeeld? Zeker. Het is wel zo dat ik ik doe bijvoorbeeld ook heel veel met spinning babies. Daar ben ik ook heel bekend mee. Dus het is voor mij zeker ook niet dat ik uitsluitend gebruik maak van mijn haptonomie-achtergrond in mijn begeleiding. Ik heb juist soms is dat ook een beetje de uitdaging op het zoeken, dat er zoveel is en dat ik ook zoveel verschillende, dat ik ook niet geloof dat er maar één benadering of één aanpak werkt. Ja. Puur vanuit de haptonomie gezien gaat het heel erg over dat op het moment dat, dat er spanning is ergens, dat juist daar contact mee maken als vrouw. En heel vaak helpt het om contact te maken met je stuk via het contact van een ander. Dus heel vaak kan je dus als partner of als geboortebegeleider helpen door juist het gebied waar de spanning is ook aan te raken. Om de vrouw uit te nodigen, wederom met dus een uitnodigende hand de vrouw uit te nodigen om daarheen te gaan. Dat gebruik ik vaak ook als weet je, dat bruggetje weer om juist ook helder te maken dat het met de baby dus ook zo werkt. Doordat je juist ook met elkaar ook op die manier aan kan raken. En het effect van een uitnodigende aanraking, waarin je dus met je hand, nou ja, waar het ook is, maar heel vaak gebruiken wij het achtergebied, zeg maar de onderrug. Dat raakt namelijk heel erg onze basis, zeg maar onze basis wat heel erg natuurlijk in ons bekken zit. Als je een hand op de onderrug legt, kan je vaak op een hele basale plek in jezelf weer voelen dat je contact maakt. En het verschil ook te laten voelen van wat gebeurt op het moment dat je dus daar contact mee maakt met die hand, met die ander. Maar daarmee dus ook weer dat stuk van jezelf weer gaat voelen. En heel vaak heeft het het gevolg dat dat stuk spanning of pijn wat er is, verzacht, minder heftig wordt. Doordat het eigenlijk bijna dat je het uitbreidt, dat je er juist helemaal naartoe gaat en het via de ander nog, ja, ik weet niet of ik dat nou goed uitleg, maar dat je je breidt eigenlijk je gevoel daarnaar juist nog uit, doordat je hebt een hand op een plek waar veel spanning zit en je wordt uitgenodigd en om naar die plek toe te voelen, maar eigenlijk ook naar de mens, degene die dat aanraakt. Ja. En dan zie je vaak dat doordat we weer helemaal dat contact maken, dat spanningstuk opgelost wordt of verzacht, of in ieder geval dat daar iets in verandert. Mm-hmm. Ik laat ook vaak partners zelf het voelen. Dus vaak is mijn eerste contact in wat ik echt ga doen met stellen, is dat ik de partner laat voelen aan zijn lijf. Dus dan laat ik hem liggen op de bank op zijn buik. En dan leg ik mijn hand op zijn eigen onderrug. En dan laat ik dus aan hem voelen wat het met zijn lijf doet. Op het moment dat hij dus heel bewust naar mijn hand toe voelt. En dus ook door mijn hand heen echt even helemaal zo naar mij toe voelt. Dat je heel vaak dan ziet, en hij in ieder geval heel vaak kan beschrijven, dat in zijn lijf er stukken ontspannen, verzachten. Mm-hmm. Dus dat we zijn zo als mens. Of juist ook misschien de triggerpoint dat het, doordat je het bewust wordt, juist nog meer verkrampt bijvoorbeeld. Is dat ook wel iets, dat kan me voorstellen, stel je hebt daar echt iets zitten waar je het altijd wegdrukt en zodra er aandacht op is dat het een tegenreactie geeft? Of? Nou, soms kan het natuurlijk wel. Het maakt uiteindelijk heel erg duidelijk wat er is. En op het moment dat je dus aan iets aandacht geeft wat je wegdrukt, dan kan het inderdaad zeker zijn dat je eerst je bewust bent van het feit dat er spanning zit. Ja. En tegelijkertijd kan je daar dus dan ook vervolgens weer doorheen, zeg maar. Dat, als het een hele lang opgebouwde spanning is, is dat niet zomaar in één keer opgelost natuurlijk. Dat mm-hmm. Dat is ook helemaal niet het streven. Het gaat niet over dat je bezig bent met die spanning moet weg of die pijn moet weg. Maar wel iemand weer te laten voelen hoe je middels daar contact mee te maken. En soms dus eerst het eigenlijk voor je gevoel heviger te laten zijn. Het groter maken. Dat je wel daardoorheen weer het opnieuw kan verzachten. Mm-hmm. En je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen. En sommige mensen leven volgens mij hun hele leven met bepaalde spanningen. En dingen zonder dat ze het oplossen en er gewoon geen aandacht aan geven. En dat is ook oké. Ik wil dus niet dat je dat alles hoeft op te lossen of uit te werken. Ja. Maar soms gaat het zich zo presenteren in iets wat soms niet per se op de plek waar de spanning zit. Maar nou, bij wijze van als het gaat over een zwangere en een baring, dan kan een bepaald spanningsgebied in een bekken gevolgen hebben voor hoe de baby ligt. Dus dat als de bekken op een of andere manier verkrampt is, omdat daar zich dingen hebben opgebouwd, dan kan dat hoofdje niet lekker. Mm-hmm. Op zich is het is een ontspannen buik, tenzij er anatomisch echt en iets aan de hand is. Maar meestal is dat natuurlijk niet zo. Is in principe de baarmoeder zo gemaakt dat het heel logisch is voor de baby om met het hoofdje aan het einde van de zwangerschap daarin te dalen. Want daar is het meest ruimte en het hoofdje is het grootst. Dus dat... Maar goed, als dat bekken een beetje verkrampt is, dan kan het soms zijn dat het helemaal niet zo logisch is voor de baby om daarheen te gaan. Omdat daar geen ruimte lijkt te zijn. Of in ieder geval geen ontspanning, geen zachtheid is om in te dalen. Mm-hmm. Dus door te werken aan dat bekkengebied. En dat is een handoplegging. En bij de vrouw doe ik het soms zelf. Maar meestal leer ik het aan de partner hoe hij... Dus middels zijn handen de vrouw daarin kan laten ontspannen. Mm-hmm. Ontspannen is het, gebruiken we meestal in de haptonomie niet, omdat dat is ook maar weer what's in the name. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat je nog een zekere gespannenheid, als wij allemaal alleen maar ontspannen zouden zijn, zouden we allemaal als een soort pudding in elkaar zakken. Dus mm-hmm. Het gaat meer over dat je gebieden verzacht en opent. Dat zijn meer de woorden die wij eraan geven vanuit de haptonomie, dan dat het alleen maar gaat over nog meer en nog meer ontspannen. Ja. En soms gebruik ik wel het woord ontspannen, omdat dat nou eenmaal is waar we gewend aan zijn. Ja. Daar zit ook weer het woord spannen in. Ja. Dus dan heb je, zeg maar, verzachting, dat geeft weer een andere gevoelswaarde dan een spanning. Dan denk niet aan inderdaad de roze olifant zoals het bekend is natuurlijk. Ja, en dan ga je daar aan denken. Ja. Dus in die zin, hoe krachtig dan bijvoorbeeld een woord kan zijn. Inderdaad, woorden. Ja, dat is al... Ja. En daar kunnen we al 2 uur over hebben. Vroedvrouwen, verloskundigen. En je ook als begeleider bewust zijn van... Wat zeggen we? Wat zeg je eigenlijk? Normaal gesproken tegen een vrouw. Gisteren werd nog tegen die barende gezegd... dat was ook een beetje, dat is natuurlijk ook wat er vaak gebeurt, is dat er dan overdrachten zijn in een ziekenhuis. Ja. En ik je mag het helemaal verder maken. Even voor de mensen die het nog niet weten, want je gaat als verloskundige, vroedvrouw, mee naar het ziekenhuis, maar dan als vroedvrouw of als doula. Want normaal gesproken inderdaad draag je het over en dan ben je er niet meer bij. Maar ja, bij jullie praktijk is het zo dat je inderdaad nog een extra... coaching, een begeleidingsproces hebt. Dus meer voor de dat ze begrijpen waarom ik daar nog bij was. Ja. Nee, dat klopt. In heel veel gevallen, zeker als het in een wat vroeger stadium van de geboorte is, zal een vrouw vanuit de verloskundige overgedragen worden naar het ziekenhuis en dan dus ook helemaal de zorg afronden voor dat stuk. En dan in het kraambed komen ze weer in beeld. Wat wij sowieso aanbieden is dat we erbij blijven, zolang het voor de ouders fijn is en klopt. Blijven wij erbij zolang, totdat de baby geboren is of de uren daarna. Ongeacht hoe de geboorte verloopt. Ja. En vooral omdat ook bewezen is en wij ook steeds ervaren hoe ontzettend wezenlijk die continuïteit van zorg ervaren wordt. En je ziet ook gewoon uit onderzoek, voor zover dat het dus allemaal helemaal te vertrouwen is, maar in ieder geval het onderzoek wat er gedaan is, dat er elke keer betere resultaten zijn op het moment dat een vrouw een continue begeleider heeft gehad bij de geboorte, die niet alleen haar partner is. Want de partner is er natuurlijk heel vaak continu bij, maar heeft heel vaak toch een heel ander soort rol, heeft een heel ander soort eigen behoefte bij de geboorte dan dat er iemand bij is die er wat verder afstaat van de vrouw, van de partner, maar echt een bepaalde expertise en professionele rol heeft in de begeleiding, maar niet een emotionele betrokkenheid heeft bij het bij het proces. Ja. Dat zo'n persoon, en dat kan dus in de vorm van een vroedvrouw of een doula of iemand zijn die dus echt alleen maar er is om die rol op zich te nemen. En dat is wat wij dus ook aanbieden. Dat we dus ook bij een medische overdracht, waarin we niet meer verantwoordelijkheid hebben over het medische stuk van de gezondheid van moeder en baby. Dus dat dragen we dan over naar het ziekenhuis. En wij blijven erbij. En dan verandert uiteraard ook onze rol. En dat is soms echt een beetje zoeken. Omdat je natuurlijk, zeker in ziekenhuizen, ook wel eens komt waar mensen dat helemaal niet gewend zijn. Omdat dat dus niet gangbaar is dat je erbij blijft. Dus soms moet je met elkaar ook echt weer even zo echt afstemmen. En dat, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat je dan kan doen. Dus om ook echt uit te spreken van nou, wat heb jij nodig? Hoe is het voor jou dat ik erbij blijf? En wat heb je dan nodig? En even zo van tevoren met al die poppetjes die daar rondlopen. Ook weer even zo met elkaar te kijken naar van nou, wie zijn deze ouders? Maar ook, ik ben er ook. Dus wie ben ik? En wie ben jij? En hoe gaan we het met elkaar doen? Mm-hmm. Maar goed, wat het jammer was bij deze geboorte gisteren, was dat er echt tijdens het persen, het begon zeg maar met de uitdrijving, toen vond er nog een overdracht plaats. Dus we hadden zeg maar de hele nacht met één verloskundige het helemaal af kunnen stemmen en kunnen uitpraten. En nou, die voelde helemaal aan boord, zeg ja, maar. Weet je, die was helemaal mee. En toen, dat is een keuze die zij dan ook maken. Maar dat ze begon met de uitdrijving en toch het gevoel had van, ze moest naar huis. Nee, dat is ook helemaal aan haar, dat ik veroordeelde dat ook zeker niet. Maar wat er dan dus wel gebeurt, is dat er dus dan iemand instapt die eigenlijk helemaal nieuw is. En dat je dan eigenlijk in een paar woorden even probeert om te kijken van, ben je een beetje aan boord? Weet je, de belangrijkste dingen waarvan ik wist dat die voor die barende heel belangrijk waren. Even checken van, ben je je bewust van dit? Maar je kan niet dan meer met elkaar helemaal afstemmen. En wat er onder andere gebeurde, en ik heb haar nog niet, ik ga straks naar haar toe, dus ik weet helemaal niet hoe zij zelf terugkijkt op deze geboorte nog hoor, de moeder. Maar wat er gebeurde is dat deze vrouw haar op een hele andere manier ging aanspreken. En vooral haar steeds in het persen, steeds verwoorden van maak je maar boos. Maak je maar boos. En het idee is, ik hoor dat heel vaak hoor. En dat is ons bij wijze van aangeleerd. Dat een manier is om iemand weer heel veel kracht. Soms vraagt het heel veel kracht. Heel veel inzet. Dat laatste stuk van die geboorte. En dat het idee is dat als je een vrouw eigenlijk boos. Dat de boosheid krachtig is. En dat is die kracht. Dus ik begrijp de achterliggende gedachte. Die bedoeld is om te helpen. En tegelijkertijd is het wel heel gek als je bedenkt wat je eigenlijk op dat moment aan het doen bent. Dus dat je eigenlijk vraagt aan de vrouw om in boosheid haar kind te baren. En de adrenaline moet daar ook. Ja, maar de adrenaline is goed. Dat is nodig. Dus op zich is het stuk adrenaline juist een helpende. En kan je die soms ook, als je dat bewust bent, kan je soms ook echt even wat adrenaline proberen in te brengen. Maar hoe je dat doet, zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren voor. Ja. En nou, nogmaals, ik weet helemaal niet of zij dit zelf... Ik hoorde het en mij viel het op, omdat het dus zo'n groot contrast was met de verloskundige die vlak daarvoor er nog was. Maar ik weet helemaal niet. Misschien heeft zij het helemaal niet gehoord of heeft ze dat helemaal niet vervelend gevonden. Dus ik wil dat helemaal niet al inkleuren. Uh-huh. Maar het is wel interessant dat zoiets wat ogenschijnlijk misschien helemaal... Ja, en ook komt dus vanuit een plek die wil helpen. Want zij wilde haar helpen om in haar kracht te komen. En dat deed ze middels de vraag, maak je maar boos. En tegelijkertijd denk ik dan van... Nou, ik weet in ieder geval dat het op heel veel andere manieren ook kan. Ja, en je doet het goed. En fantastisch. Maar het was wel zo dat deze vrouw, die had dus al een baring van 30 uur, was ze al bezig tegen de tijd dat we daar waren, op dat punt dat ze ging persen. En ze was ook echt, ze was echt een beetje aan het wankelen tussen, ze was echt een beetje, ze dreigde echt het gevoel te hebben van, ik kan het niet meer. Dus dat sprak ze ook een paar keer uit. Dus het was ook belangrijk om als begeleiders daaromheen wel haar weer uit te nodigen om in haar kracht te gaan. En wat ik bijvoorbeeld tegen haar zei, is van... soms kan ik ook echt even weer... Ik kan heel veel ruimte geven. Dat mijn basis is dat ik heel veel ruimte geef. En heel veel zachtheid en geduld en rust. En nu voelde ik ook van, maar dit is niet het moment om op te geven. En dat is dan ook wat ik echt gewoon zo tegen haar zeg. Want ik voelde echt van... Ze werd ook echt even bijna een soort van klein meisje. Zo, ik merkte, dit is volgens mij iets heel ouds wat er nu bij haar naar boven komt. Van, nu wordt het te zwaar, te moeilijk. Begrijpelijk hoor, maar te groot, te zwaar. Ik doe het niet meer. Dat was echt wat er... En dat zag natuurlijk die andere verloskundige ook. En dus haar zij voelde van, ik moet dit doen om haar weer... Dus ik alle begrip ervoor. Tegelijkertijd denk ik, als we ons meer bewust worden van... Wat zeg je tegen iemand? Wat voor boodschap breng je dan over? Überhaupt het woord moeten gebruiken bij... Mogen en moeten wordt heel veel gebruikt in de begeleiding. Mm-hmm. Een vrouw mag gaan persen, moet gaan plassen, moet gaan liggen. Nou, dingen die echt bij bijna elke geboorte wordt er wel een keertje iets van mogen of moeten tegen een vrouw gezegd. En wat zeg je dan dus? Ja. In hoeverre voelt een vrouw nog dus dat het haar eigen beweging is? In hoeverre zijn we dus als begeleiders... voor haar aan het bepalen, aan het invullen. Mm-hmm. Geven haar de indruk dat wij beter weten waar ze is dan dat zij het zelf ook weet. Al lijkt het dat ze heel ver weg is, toch kan pak ze alles op en heeft invloed inderdaad. En hoe voel je het dan daarna zelf gaan, nadat ze dat zei, zeg maar? Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Ik begrijp dat natuurlijk... zeg maar voor de vrouw toen ze zei van maak je maar boos. Merkte je toen verandering bij haar of... Nou, ik heb zelf niet gezien dat dat hetgene was wat haar heeft geholpen heeft. Maar nogmaals, dat is mijn perceptie nu. En ik heb ook nog niet met haar nagepraat. En als ik haar straks zie, zal ook het proces nog niet... Weet je, zo'n proces van... van hoe kijk ik terug op een geboorte. Dat heeft zeker tijd nodig. En zelfs vaak jaren nodig. Om echt al die verschillende lagen te zien. Dus, want haar eerste reactie na de geboorte was van... En dat vond ik ook heel fijn dat er was. Het was vooral die hele primaire opluchting. En immense liefdevolle soort grote... Hier ben ik, jij bent mijn kind, hier met je, zeg maar. Dus wat dat betreft, ook al is er uiteindelijk een vacuüm gedaan en een knip gezet en allemaal dingen gedaan, was zeg maar blijkbaar de primaire reflexen die er ontstaan bij een geboorte. Dat een vrouw die een kind gebaard heeft, alleen maar gericht is op van... Je bent er en dat die eerste banding die zo belangrijk is op gang kwam, die was er bij haar zeker wel. Want dat zie je gewoon, dat zie je in iemands blik. En de baby was super relaxed. Die was dus net zo'n toeter op haar hoofd geboren. En dat ik ook zie dat baby's dan na de geboorte meteen heel erg overprikkeld en heel erg overstuur kunnen zijn. Nou, deze baby was super relaxed. Die lag zo met haar ogen open te kijken. Ging heel snel al richting de borst bewegen om te drinken. Dus daarin is er een heleboel gegaan. Er is een heleboel aangezet blijkbaar bij zowel moeder als baby. Die heel erg gingen over de natuurlijke processen die je ziet bij een ongestoorde geboorte. Terwijl er dus heel veel verstoring was. Ja, zo zie je dan dat dan baby weer de spiegel kan zijn. Als dat inderdaad allemaal, dat je daar kan afleiden als een baby zo relaxed uitkomt. Dat toch inderdaad de spiegel is van hoe het innerlijk ervaren is. Ja, in ieder geval op dat moment. Misschien zal de baby de komende dagen heel veel huilen om heel veel van het proces van de geboorte alsnog te processen. Nou, dat is ook prima. Weet je? Het is niet dat het soort van maar ik vond het wel opvallend, want je ziet toch vaker bij een geboorte die zo gaat... dat er ook een stuk van die primaire, die eerste contactmomenten ook anders lopen. Dat dat niet meer zo is. Sommige vrouwen zijn gewoon helemaal, hebben het opgegeven. Die zijn eruit geraakt, dus die kunnen ook niet meteen na de geboorte weer helemaal erin. Die zijn echt nog helemaal ergens ver weg. En sommige baby's die zijn gewoon super overstuur of die zijn helemaal lethargisch. Nou, deze baby en deze moeder waren in ieder geval direct na de geboorte helemaal aan op elkaar. Ja. Vader ook. Dus, dat is mijn laatste beeld van hun geweest tot nu toe. Mooi plaatje, fantastisch. Ja. Wauw. Nou, wat een mooie tot nu toe ontzettend veel wijsheid en kennis wat je hier hebt al gedeeld. En ik dacht als laatste mooie afsluiting, is er nog iets wat je hebt al heel veel gedeeld, maar is er nog iets specifieker van je? Dat zou ik nog graag willen meegeven aan de luisteraars. Kunnen geboortebegeleider zijn, kunnen inderdaad vrouwen of partners zijn. Zo van, dit is het, ja, samengevat niet, maar ja, iets wat nu nog bij je opkomt. Ja, nou het meeste, en dat is misschien ook wel een stuk herhaling, maar een soort samenvatting van wat ik denk ik hopelijk heb kunnen overbrengen, is dat je wees je bewust van waar je zelf bent op elk moment. Dus zowel als ouders, maar ook zeker als geboortebegeleiders. Misschien bedoel ik dit nog het meeste naar mijn collega's in het veld. Mm-hmm. Sta jezelf toe om daarbij stil te staan. Dus van hoe is het nu met mij? Wat heb ik nu nodig? Heb ik een stuk hulp misschien nodig? Even een stuk spiegeling of even sparren met een collega? Moet ik er misschien zelf even uitstappen? Want zit ik zo in een soort interactie-reactie met mijn cliënt? Of met, moet ik heel even weer eruit en even weer... Ik ben gisteren bijvoorbeeld ook eventjes bij deze mensen thuis onder de douche gesprongen. Omdat ik dat dus zelf ook voelde. Van ik moet heel even... heb ik even iets nodig. Ik moet even weer letterlijk en figuurlijk even schoonspoelen. En weer even met een frisse blik er terug in. En dat kan natuurlijk niet altijd op die manier. Maar wel, het gaat over van sta je zelf toe. Om af en toe weer even... Hoe is het nu met mij? Wat gebeurt er? Is mijn hart heel erg aan het bonzen? Wat zegt dat? Vind ik iets spannend? Of neem ik... Een angsten waar van de vader of van de moeder. Er is iets, maar mijn hart bonst in ieder geval heel hard. Dat er is een teken dat er ergens dus een spanningsveld zit. Hoe is het met mijn ademhaling? Nou, gewoon even zo weer jezelf toe te staan op elk moment. Te checken van wat neem ik van mezelf waar. En wat is daarin van mij. En hoe kan ik misschien een stukje niet... proberen op te lossen dat ik het niet meeneem, die geboorte of dat consult in. Maar dat ik zorg dat ik zo schoon mogelijk, voor zover dat kan, in mijn contact blijf met de cliënten. Ja, wauw. Het vraagt heel veel zelfreflectie en voelen. En het is ook absoluut niet dat ik zeg dat dat soort levenswijze reëel is dat je dat altijd bent. Dat is gewoon niet zo. Dus dat is ook niet, ben ik ook absoluut niet... En toch helpt het wel om te beseffen dat dat dus continu aan de hand is. En om af en toe even weer jezelf toe te staan om jezelf in ieder geval die vraag te stellen. Ja. Wauw. Dankjewel. Ontzettend mooi interview. Heel graag gedaan.